Hoor je welkom bij een nieuwe video. Abonneer je zeker even op het kanaal van Kim. Hoeveel langer je dan bent voor hem. Volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1, 2 centimeter lang. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Ja, daar gaat het dan. Subscribe to the YouTube channel and be a best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En deze video ben ik op de Tina-dag. En hier zo is een stand van Jill. En hier zo kan je hele leuke workshops doen. Je kan dingen van haar kopen. En ik heb Jill ook nog even gesproken. Ook mag ik wat spullen van haar weggeven. Dus blijf vooral kijken, want er is dus een giveaway aan het eind van deze video. Dus laten we even kijken wat je hier nou precies allemaal kan doen. Nou, ik sta nu voor de tent van Jill. En zoals je ziet is het een best grote tent. En het is al lekker druk. De workshops zijn ook al volledig bezig. Dus we gaan even binnen kijken, want het ziet er super gezellig uit. Nou, ik zit nu bij de workshops en er zijn hier twee meiden druk bezig. En ik ga even vragen wat ze aan het doen zijn. Wat ben je nu aan het maken? Een kaart van alle spullen die hier liggen. En wat heb je er allemaal opgeschreven? Want het ziet er heel gezellig uit al. Nou, eigenlijk van alles. Smileys en hartjes, ijsjes. En je bent hem nu ook aan het schrijven. Wat ga je erin schrijven? Hoi Jill, ik hoop dat je mijn tekening mooi vindt. En het e-mailadres moet er ook in. Dat. Ik denk dat ze hem heel mooi gaat vinden, want ik vind hem ook heel mooi. Dank je. Nou, ze zijn hier dus allemaal kaarten aan het maken. Dit is natuurlijk ook zo'n pakket dat Jill zelf heeft gemaakt van Jumbo. Dus die kan je thuis ook kopen. Maar het ziet er heel gezellig allemaal uit en ze zijn druk bezig. Dus ik zal ze voor de rest niet verder storen. Nou, ik sta nu naast Jill en die ga ik natuurlijk ook wat vragen stellen. Wat vind je vandaag tot nu toe van de Tina-dag? Ontzettend leuk. Ondanks de regen is het één groot feest. En jij staat hier zo in je eigen stand en jij hebt een meet and greet. Je hebt er net eentje gehad. Wat vond je daarvan? Heel leuk. Ik heb gewoon de allerleukste fans van Nederland. Ja, het is, heeft zich weer bewezen. ik ben heel trots op de stand. Heb je hem al gezien? Ja, want je kan ook knutselen en je hebt een samenwerking met Jumbo, zag ik. Vertel daar iets over. Voorzichtig, niet laten vallen. Kijk, ik heb knutselboxen gemaakt. Leuk hè? Samen met Jumbo en alles zit erin wat je nodig hebt. Dus als je een armbandje wil maken, zit alles in de box. En je hebt vier boxen. Welke boxen zijn het? Nou, je kan kaarten maken. Dat kun je ook hier doen. We hebben een workshop. En je kunt je eigen beautyproducten oppimpen. Die loopt ook heel goed. Daar is iedereen helemaal fan van. En dit is mijn persoonlijke favoriet. Een dagboekje maken. Ah, oh, met tekenen natuurlijk. Precies. Leuk hè? Ja. Nou, wil je er ook eentje hebben? Als dat mag, is dat leuk natuurlijk. Ja, wat wil je hebben? Nou doe dan maar het dagboek, omdat jij die zo leuk vindt. Ja, nou, alsjeblieft. Top, dankjewel. Je mag er ook eentje weggeven als je het leuk vindt. Oeh, dat gaan we zeker doen. Zullen we er 3 weggeven, wat vind jij? Nou, het zijn jouw, ze zijn van jou, dus kies jij maar. Je mag er 3 weggeven aan je trouwste. Voor in de video? Ja. Nou, wat moeten de mensen voor doen om er eentje te winnen? Laten weten waarom ze hem willen winnen. Dat vind ik een hele goeie. Ja. Dus nou, bij deze kunnen jullie een pakket van Jill winnen. Heel gaaf, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Nou, dat was het interview met Jill. Ik was heel erg blij dat ze nog even tijd voor me kan maken. En ik mag dus ook 4 pakketten meenemen die ik mag weggeven aan jullie. Zoals Jill net ook al een beetje zei, je moet dus vertellen waarom je een pakket wil winnen. En je kan dat in de reacties onder deze video zetten. Of je kan een mailtje sturen naar giveaway@kimkoge.nl. En vertel dus welk pakket je wil hebben, want ik krijg ze alle 4. En waarom je dit pakket wil winnen. En misschien ben jij wel de gelukkige die wint. Dus allemaal mailtjes sturen of reactie natuurlijk. En dan kan je misschien wel het pakket van Jill winnen. Nou, hier zo in de stand kan je ook de pakketten van Jumbo en Jill zelf kopen. Hier zo staan ze. Ook er is er hier zo neergelegd wat er allemaal in elk pakket ligt. Dus hier kan je ook alvast een beetje kijken wat erin zit. Er zitten super veel leuke en veel spulletjes in. Dus genoeg om alles mee te kunnen maken. Vonden jullie het nou een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal en natuurlijk op die van Jill. En zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. En zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!